Welke speler zie je coach worden? Ja, yeah, we zijn samen zijn coach. Samen coach van de wereld, dat weet ik. Dus, nee. Maar hij doet dat goed. Dus. Bert doet dat gewoon in zijn Nee. Ik denk dat wij beiden wel er ook in verder willen. Nu nog niet misschien, maar later wel in het rol. Misschien de Ben, hè? Ja, de Ben doet er ook wel goed. Denk dat hij tactisch al goed inzicht heeft? Nee, Ubo niet. Je boy is al een paar keer gezien. Ah, en Benny. Ja, of Falky. Ja, Falky is ook een coach. Het is ook zo wel met hem nu kapitein, is dat hem zowel veel coacht en zo. En ik denk wel dat hij een goede coach zou zijn. Maar een Ben wel. Benny kan een goede. Ja, hij is ook wel tactisch sterk, Ben. Ja. Falky of de Mirt zijn nu al bezig. En coach worden met jou. Ja, misschien mezelf ook al. Ja. Misschien. Ja. Ik heb een sessie gezien. Ja, ik heb nooit. We hebben het nooit gezien. Geprobeerd samen. Denderend succes. Oh, ja. Geweldig. Ja. We zijn direct gestart. Ik ben ook een broer die ik direct doen. Nee. Dribo. Ja, dat is gewoon T3 op de bijen die op de bank zit. Yes. En op het veld. En op het veld, ja. Team Valkeniers. Ja. Valky moet dat doen, die wil coach worden later. Sowieso. Volgens mij zijn ze inderdaad zo allemaal mee bezig met de jeugd en zo te trainen. En ja, ik denk dat er een team wel. Een team die wil dat wel wil dat goed doen. Heel gedreven. Ja, inderdaad. Ik volg de collega. Ik zou zeggen in Ben, want bij de besprekingen dan is Ben ook altijd wel zijn eigen inbreng. Ik zeg niet dat hij het per se gaat doen, maar die zou wel aanleggen voor de jeugd wel coach te worden. Of de Hubo ook wel, met hij ook echt wel heel veel. Met hij ook al heel veel wat in communiceert. En die is al T3 eigenlijk. Ja, die is T3 ongeveer. Dus, en de Valky op de Bert, want die geven u in het winkelhoek. Ja, maar de Valky. Die zijn een film. Dus, dat kan nog komen, man. Dat kan